sta ik dan in Oostenrijk. Het is heel erg onwerkelijk, want gisteren was ik nog in Nederland. Je ziet hier wel echt een typisch Oostenrijks hotel. En als je goed kijkt, zie je daar skiliften hangen. Waar wij als het goed is straks in gaan zitten om een paar heerlijke pistes te pakken. Maar wat ik zo bijzonder vind, is dat er nog helemaal geen sneeuw te zien is. Je ziet daar in de verte wel een beetje sneeuw, maar dat is natuurlijk nooit genoeg om op te snowboarden. Dus laten we hopen dat de pistes gewoon helemaal perfect zijn. Ik ben natuurlijk ook wel heel erg laat in het seizoen nog hier in Oostenrijk. Maar goed, we zullen het allemaal gaan zien vandaag. En jullie ook. Super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. En ik ga maar eens eventjes ontbijten. Ik moet nog even een beetje wakker worden. Ik zal heel eerlijk zijn, ik heb niet echt lekker geslapen. Ik sliep gisteren ook best wel laat, om 1:30. En het is nu alweer 7:15. Dus weinig slaap. Maar goed, laten we er een mooie dag van maken. Het ziet hier wel echt goed uit. Hele mooie zaal. En hier hebben we dan al wat ontbijt. Ik ben hier eventjes wat sinaasappelsap in het inschenken. Gaat een beetje slow, maar... Hoppakee. En een lekker ontbijtje natuurlijk. Het is tijd om mijn tas in te pakken en natuurlijk keihard van die piste af te gaan. We hebben sowieso natuurlijk mijn helm nodig. Maar daarnaast heb ik ook hele mooie accessoire spulletjes. Allemaal om vette beelden te maken voor jullie. Dus dit moet ik allemaal nog even bij elkaar rapen en installeren. En hier heb ik mijn cameraatjes in zitten waarmee ik ga filmen. Voilà. Kijk eens even. Hoppakee. Bam. Bam. En ik heb hier één gruwelijke box gekregen. Let op, hè. I am making life with a dream. Yeah. We ain't let no walk in between. Super gruwelijk, of niet? That let op. I'm out and all the time. Dat ze het heel erg fijn vinden als ik het zo hard doe, maar ik wilde hem even testen. Hij is cool, oké? Hij gaat echt heel erg hard. Dus die ga ik gewoon meenemen in mijn tas van de piste af. Helmpje op, bril, handschoenen. Volgens mij heb ik alles. Hier zijn we even de skipassen aan het halen. En ik zal jullie even een prachtig plaatje laten zien. Een mooi plaatje van Oostenrijk. Ja, die zullen jullie nog wel meer zien in de vlogs, hoor. Maar hier heb je in ieder geval zo'n typisch plekje. Kijk eens eventjes hoe mooi. Rustgevend, hè, dat geluid ook gewoon. En dit zijn de skiliftjes. Die gaan naar de hemel, zoals jullie zien. Die verdwijnen gewoon in de wolken daar, joh. Maar ja, als het goed is, boven de wolken daar is sneeuw. Want daaronder is het alleen maar groen. Pim die is niet gewend om gefilmd te worden. Hij is alleen maar gewend om andere mensen en objecten te filmen. Dus elke keer als ik Pim film, dan zie ik gewoon aan jou. Je weet niet hoe je moet reageren. Je weet niet wat je moet doen. Dit wordt de allereerste keer, hoor ik net van Pim, dat hij in een skilift gaat zitten. Ja, in zo'n lift. Hè? Wel gewoon een normale. Ja, in zo'n hele grote. Nou, hier kunnen denk ik wel 15 man in. Oh nee. Want dan zouden daar 24 man in kunnen, dus daar staat het getal niet voor. Maar ik denk dat hier wel een stuk of 20 mensen in kunnen. Maar vind je het spannend? Ja, weet je wel. We gaan heel erg hard springen en heen en weer. Nou, daar gaan we. Even een lekker zitplekje zoeken. Zo, we komen uit de skilift met allemaal gekke muziek. Met party mensen. En er ligt genoeg sneeuw. Yes, wat fijn om te zien dit. Oh, lekker koud windje ook. Oeh, het is wel mistig. Holy moly, je kan niet verder kijken dan 15 meter ongeveer. Wat een mist, joh. Dit wordt nog wat, hè? Ik heb mijn snowboardschoenen aan. Ik heb echt een super chill systeem. Dit kan je gewoon omhoog trekken en dan gaat het los. En als je het vast wil hebben, dan druk je dit in. En dan draai je hier gewoon aan en dan komen al die dingen die komen bijeen. En dan zit hij strak. Hoppakee. Pim die heeft echt een super vet board gekregen. En het is zeker al meer dan 5 jaar geleden dat Pim heeft gesnowboard. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij ervan gaat maken vandaag. Best wel.
Soulja Boy, tell him. Hey! Yeah, I got a new dance for y'all. Woo! Dit is So Master. Oké, let op. Ah. That Superman, that oh. Wat dus echt super sick is, is dat Pim heeft zo'n box. Ik heb hier zo'n box. Quint heeft een box. En die kunnen we alle drie aansluiten aan elkaar. En dat gaan we dan nu ook zeker doen. En dan gaan we echt dat nummer doen op drie boxen. Dus we zijn nu even aan het kijken hoe dat precies werkt. A few moments later. We hebben alle drie de boxen aangesloten. Hey! Pim die heeft dus een box in zijn tas met deze muziek. Ik ook en Quint ook. Geniaal. Alleen het is wel echt een kutdag voor skiën hoor. Of snowboarden. Je ziet geen drol. Er schijnt dus daar een lift te zijn. Maar die zie je geen eens. Je ziet niks. Dus we gaan maar kijken wat het wordt vandaag. Dit vind ik zo ziek. Er komt hier nu een skilift aan. En in de tussentijd gaan er gewoon mensen langs op een band. Voor een stoeltjeslift. Hoe bizar is dit getimed zeg. Echt niet normaal hoe ze dit fixen. Moet je eens kijken. Nou, hier gaan wij dus in. Maar daarachter gaan dus gewoon mensen weer met stoeltjeslift. Huh? Zo raar. Lekkere muziek in de skilift. Hier met wat andere mensen. Rachel, you like it? The music. Yeah, you like the music? Yeah, turn it up. Oh, you want to turn it up? Man, dit is echt kloten, holy shit. Het is zo moeilijk, want ik ken dit gebied niet. Dus ik durf gewoon niet hard te gaan, want je weet gewoon niet waar je heen moet. Het snowboarden gaat gewoon echt niet, joh. Je ziet gewoon niks. Het is dus eventjes tijd om hier naar binnen te gaan. En om even lekker wat te eten. Even lekker lunchen. Kijk eens eventjes wat ik hier voorgeschoteld krijg. Patatjes, mayonaise, ketchup, hamburger. Ziet er goed uit. Zo! Wat een techno man! Die bas is echt niet normaal jongen. Shoutout naar Bas trouwens. Let op hoor, als die drop weer komt. Oeh, dan komt die bas weer keihard. 1, 2. Dit is dus wat we willen zien. En ik ben nog nooit in een skilift geweest wat zo pokkenhoog is. Oh my god. Dit is zo freaking hoog. Wow. Het is gewoon jammer dat precies daar waar de wolken zijn, is dus ook sneeuw. En daar is dus alleen maar mist. Kijk ook hoe mooi dit water is, hé. Jeetje, het ziet er echt heel erg blauw uit. Helemaal door daar naar achter. We zijn terug in het hotel. We gaan maar meteen even naar de kamer. Dan gaan we zwembroeken aantrekken. Want als het goed is, kan je hier super mooi zwemmen. En je hebt ook een sauna. Hier staat allemaal op wat je precies hebt hier zo. Dit is mijn badje. Yay! Nou, dan ga ik me maar even omkleden. Van wintersport naar zomer. Nou, kijk eens aan. Zwembroekje. Let's go. Laten we even voelen of het water warm is. Ik hoop het zo. Nee. Shit man. Het water is gewoon koud. Lekker zeg. Zal ik nog even een bommetje doen? Komt ie, ja. Bommetje! Oh shit, de hele camera is ook nat. Woeps. Oh, dit is echt koud aan je voeten hier zo.
Het is echt super random ook gewoon. Want je ziet er allemaal mensen buiten lopen met echt hele warme winterkleren, dikke jas, dikke sjaal, handschoenen, een muts op. En dan lopen wij hier zo in onze zwembroeken. Echt super droog. Wij gaan de kamer in. En dan doen we weer even het licht aan. Zo, en weet je wat we dan gaan doen? Dan gaan we naar de badkamer toe. En dan gaan we eens even lekker in bad. Even kijken, hoe werkt dit? Hoppakee. Ik wist gewoon dat ik in slaap ging vallen. Dus ik had al een wekker gezet na een half uurtje. Dus ik heb even lekker geslapen. Ik ben weer helemaal fris en schoon. En ik wilde mijn tas van vandaag uitpakken. Want ik wilde deze box opladen voor morgen. Zodat die er weer de hele dag er tegenaan kan gaan. Maar waar kwam ik achter? Echt super ranzig. En waarom ik weer? Ik ben namelijk vandaag onderuit gegaan. Ik ben één keer gevallen. Het viel ik op mijn rug, dus op mijn tas. En er zat een banaan in. Ja. Heb jij misschien ooit een banaan meegenomen naar school? En toen kwam je thuis na een vrijdagmiddag. En toen was je vergeten de banaan uit je tas te halen. En maandag wil je naar school gaan. En dan zie je in één keer die banaan zitten die helemaal uit elkaar is. Helemaal vies smerig. Nou, daar lijkt dit een beetje op. Maar dan nog de ergere versie. Kijk maar eens eventjes hoe deze box eruit ziet. Toen ik dit eruit haalde, dacht ik, hè? Hoe kan dit nou weer? Maar moet je de tas kijken. Oh, jeetje mina. Oh, dit is echt zo ranzig. Kijk dan. Nee joh, kom op man. Ai. Oh my god, al mijn equipment zit hierin. Nou, een flesje water boeit me niks, maar serieus, al mijn equipment. Ah, vatzig. Dit is de boosdoener. Hij is gewoon ontploft in mijn tas. Gadverdamme. Nou, ik moet dit... Ah, man. Het is ook gewoon allemaal net nieuw, weet je wel. Dat maakt het gewoon extra zuur. Ah. En dan ook de binnenkant van mijn tas. Hoe ga ik dat ooit schoonmaken? Nou, ik ga dit in ieder geval meteen naar de badkamer brengen. En dan ga ik wel even een sopje maken hier. En dan leg ik dit er gewoon in en dan hoop ik dat dat allemaal goed afgaat. Balen, man. Shit. A few moments later. Al het equipment is weer schoon en wat heb ik een geluk dat deze box waterproof is. Dus ik kon hem zo afspoelen. En als het goed is doet hij het ook nog. Kijk eens aan, hoppakee. Voor de rest al het equipment helemaal schoon. Ai. Nou, hier sta ik in de supermarkt. En ik moet even een paar spulletjes halen. Dus ik heb hier een mandje. Mand. En ik heb een paar spulletjes al, koekjes. En een paar nootjes als ik even lekker ga chillen in bed, even een film ga kijken. En ik ben nu even lekker aan het facetimen met Deetje. Kijk, daar is Deetje. Deetje die is lekker aan het chillen in bed. Of op de bank. Oh, ze ligt op de bank. Ze is even film aan het kijken. En ik kom echt gekke dingen tegen, zoals eigenlijk altijd in het buitenland. Wat kom ik hier bijvoorbeeld tegen qua muesli? Je hebt hier gewoon popcorn muesli. Hoe gek is dat? Yo, dit ziet er wel vet uit. Dit zijn gewoon echte eieren. 10 echte eieren, helemaal gekleurd, helemaal cool. Dave vertelt mij dat dat nu bij iedere supermarkt ligt en niet dat dat per se iets cools is van het buitenland. Dus waarschijnlijk hebben jullie ze ook al gezien als jullie naar de supermarkt zijn gegaan. Gekleurde paaseieren, gekleurde eieren. Het is hier wel echt een partijtje druk, dat is niet te geloven. Ontzettend veel taxis, heel veel gasten uit Engeland zijn hier. En die gaan ook helemaal los. Die suipen bier, jongen, dat is niet normaal. Kijk eens aan, hier hebben we de après-ski ijsbar. Iedereen gaat helemaal los. Dit spul is echt goddelijk. Sowieso ga ik dit nog wel opdrinken in de tijd dat ik hier verblijf. Maar goed, ik heb een paar uurtjes lopen editen. Het is nu ondertussen 9:30 in de avond. Pim en Quint die dachten, weet je, wij gaan lekker met de lift naar boven. Laat die Ansem even editen. Wij gaan erop uit. En toen kregen ze te horen dat de lift pas om 22:00 s'avonds weer naar beneden ging. Super chill. Dus ja, ik dacht, weet je, ik ga wel gewoon op hun wachten. Dus ze komen straks om 22:00 naar beneden en om 21:15 zijn ze hier beneden. En dan gaan we dan pas avond eten. En dan natuurlijk gaan we nog ergens heen en dan moet je weer wachten. En dat duurt allemaal, dus voordat we aan het eten zijn is het waarschijnlijk al richting de 11:00 in de avond. Maar goed, het is wintersport. Relax, geen stress. Gewoon alles lekker chill. Met mijn multivitamine. Horen jullie dat?
Het zijn van die gekke Engelse gasten die waarschijnlijk hartstikke bezopen zijn. Yo! Nou Pim, gaan we even lekker eten? We hebben echt geluk. Sorry. Hey, bedankt hè voor deur open laten. We hebben echt geluk dat dit tot 11 uur open is. En gaat wifi! Yay! Let's go. Hallo. Ik had zin in een lekker biefstuk of zo. Closed. Closed? We hebben een plekje gevonden. Yes! Oh, en dit heb ik verdiend hoor. Kijk eens even, wat een lekker stuk biefstuk. Ik wou zeggen stukkie, maar dat kan niet, want dit is 250 gram. Met wat lekkere champignons en wat lekkere aardappeltjes. Met het schil nog eromheen en dat is lekker joh. Oh, eet smakelijk. En dat is zeker niet alles. Nee, wij nemen ook nog even een welverdiend toetje. Of moet ik zeggen toetjes. Kijk eens wat we hier hebben. Met lekkere chocolademousse. Hier hebben we appelstrudel. En dan hebben we hier nog een lekker ijsje voor de jarige Job. Nee, Pim is niet jarig, maar het ziet er wel als een jarige Job uit dit. Lekker hoor. Het restaurant was tot heel laat open, dus het is nu al 1 uur in de nacht. Holy shit. In ieder geval, ik heb een super toffe dag gehad. Ook al was dus de piste wel echt ruk. We hebben dus gewoon helemaal, ja, jullie hebben het kunnen zien. We hebben helemaal niks kunnen doen vanochtend en vanmiddag. Echt vingers gekruist. Oh, alsjeblieft, ik smeek je gewoon. Alsjeblieft, wie dan ook die er iets aan kan doen. Laat het morgen mooi weer zijn. Dan kan ik super dikke shots maken, want ik heb niet voor niets al die vette equipment hier bij me. Anyways, hopelijk vonden jullie het een toffe vlog. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie dus morgen mijn gloednieuwe vlog. Om 4 uur gaat hoe dan ook leuk worden. En dan zeg ik zoals altijd, dikke, vette, peace!